Goeiedag, ik ben Hein Noordman. Ik ben sinds enkele jaren blind, maar ik heb toch voor mezelf onlangs een mooie loods gekocht. Ja, er zijn van die autobedrijven in Nederland. Als je daar als autoliefhebber binnenwandelt, dan heb je een beetje het gevoel dat je een snoepwinkel binnenwandelt. Want je weet gewoon niet waar je moet kijken. Maar juist dat kijken, ja, voor heel veel mensen is dat vanzelfsprekend, maar voor sommigen juist niet. En ja, die zijn, hoe jammer het ook is, blind. En ik heb hier vandaag afgesproken met meneer Hein Noordman. Hij is jammer genoeg blind geworden, maar hij heeft wel een Lotus gekocht. En die staat hier onder een doek. Aan mij de eer om hem alvast eventjes te laten zien. En kijk eens eventjes. Een prachtige Lotus Evora, ongeveer 300 pk sterk. Ja, en die heeft dus meneer Noordman gekocht. En hij is blind. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. En ik ben ook heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Ik ben niet mijn hele leven blind geweest. Ik ben 3 jaar geleden bij een klimongeluk. We zouden met een paar vrienden gaan waterval klimmen in de Alpen. We gingen nog even een keertje trainen in de klimhal, het laatste puntje op de i zetten. En daarbij hebben we een fout gemaakt met het maken van de zekering. En toen ik uiteindelijk op zo'n 15 meter hoogte hing, zeg maar zo'n 6 etages hoog, schoot de zekering eruit. En toen ben ik naar beneden gesodemieterd op een betonnen vloer. Alles gebroken wat je maar kon breken. Eerst 5 weken in coma gelegen. En toen ik wakker werd, lag ik in allemaal spalken en alles. En een slang in mijn hals en mijn neus voor ademhalen en eten. En in het zwart kijken, omdat ik helemaal niks meer zag en mijn oogzenuwen kapot waren. Ik ben van kinds af aan een liefhebber van Engelse auto's. Op de een of andere manier vond ik altijd het type auto, de uitstraling van de auto's, verschillende merken, altijd bijzonder. Het voordeel is wel dat als het om auto's gaat die al wat, bijvoorbeeld youngtimers of oldtimers, daar ken ik de modellen. En door ze te voelen, de auto's, of soms zelfs door ze te horen, kan ik meegenieten van de auto en alles wat er omheen hangt. Dus ik blijf genieten op die manier van auto's. Ik moet het nu natuurlijk doen. Ik kan zelf niet meer rijden. Ja. Ik heb nog wel mijn rijbewijs, maar blind achter stuur zitten is niet handig. Maar ik merk wel nog steeds dat het verschil in verschillende auto's, de beweging, het geluid van de auto, hoe die schakelt, hoe die klinkt, dat ik daar enorm van geniet. En een Lotus is bij uitstek natuurlijk een echte rijdersauto waarbij je voelt hoe heerlijk strak die auto beweegt. Het klinkt heerlijk, die zescilinder middenmotor achter je. En door daarbij in te zitten, dat mee te voelen, dat geeft heel veel plezier. En als ik de auto voel en of ik hem was of gewoon met mijn handen er overheen ga, geniet je ook nog van de vormen. Dus op die manier leer ik op een nieuwe manier te genieten van iets waar ik altijd ervan gehouden heb. Nog steeds heel visueel ingesteld, dus dan beeld ik me allemaal heel erg in hoe dat ziet. En die vertaalslag maak je dan door het te voelen hoe dat eruit moet zien. Dat geeft nog steeds een mooie impact. En je voelt het ook aan de materialen vaak, hoe iets gemaakt is, of het wel of niet mooi is. Nou merk ik wel dat een auto die ik nooit gezien heb, dat het daar minder makkelijk bij is om je daar echt een goed beeld van te geven. Daar heb ik meer tijd voor nodig om dat te kunnen doen. Maar inderdaad, je kunt enorm van een auto genieten zonder het te zien. En door je handen te gebruiken als je ogen. Als ik naar autoshows ga of naar mijn tentoonstellingen en ik loop daar rond, dan ga ik daar natuurlijk altijd met een vriend naartoe die zelf ook van auto's houdt en daar vanaf weet. Dan lopen we samen rond en dan
vertelt hij me wat voor auto het is, de kleuren en de uitvoering. En ik heb dan vaak van die witte stoffen overhandschoentjes aan. En dan voel ik zo heel voorzichtig de lijnen van de auto waar we bij staan. Om nog even extra mee te krijgen hoe het is. En in veel gevallen mag je dan ook er nog in zitten wordt er extra over verteld. Ik dacht de eerste keer toen ik naar een autotentoonstelling ging, toen ik blind geworden was, van nou, dat wordt wat, een blinde naar een tentoonstelling. Maar ik moet zeggen dat ik keer op keer weer opnieuw van geniet. Op die manier door er mee bezig te blijven. Ik was de auto's thuis zelf. Dat doe ik bewust. In eerste plaats deed ik het aanvankelijk om beweging weer te krijgen in al mijn gewrichten. Maar ik doe het ook omdat ik op die manier weer even kan kijken. Door de vormen te voelen van de auto, de lijnen te voelen. Dan is het net of ik weer even kan kijken. En dat zijn kleine genietsmomentjes om dat op die manier te doen. Ik vond in het verleden de Evora altijd al een mooie, stoere auto. Een lekker stevige auto. Dus ik vond het altijd al een mooie auto om te zien. Toen heb ik er een proefrit in gemaakt. En toen voelde ik ook, ik had nog nooit in een Evora gereden. Maar toen voelde ik ook hoe prachtig strak die auto rijdt. En toen had ik iets van, jeetje, dit is iets, hier kan ik, omdat het zo geweldige rijdersauto is, weer zo in meegenieten door er lekker mee bezig te zijn en het geluid mee te krijgen. Voor dagelijks gebruik hebben we een Volvo XC60. Ik heb daarnaast nog een liefhebbersauto, een heel oud kevertje die ik ooit van de eerste eigenaar heb gekocht uit 66. En ik heb nog een Jaguar XJ. Onlangs mijn TVR daarop ingeruild. Ja, mijn plannen met de Evora zijn eigenlijk in de maanden dat het goed weer is, een dichtbij huis te hebben. En met regelmaat gewoon lekker, of ik nou ergens naartoe gebracht moet worden voor een afspraak of een lezing. Of gewoon lekker genieten, even een stuk rijden. Met de auto onderweg te zijn en met frequentie te gebruiken. Deze auto maakt voor mij speciaal. Ik geniet van de lijnen van de auto, net zoals ik dat van mijn Jaguar doe. Maar dat is natuurlijk een hele comfortabele limousine. En het lekkere van zo'n Evora is dat het weer helemaal het omgekeerd, dat het echt een rijdersauto is. En je voelt hoe de auto beweegt en hoe die klinkt. En dat mee te krijgen, dat gevoel van de auto en het horen van de motor. Ja, dat geeft zoveel plezier. En dat is het mooie natuurlijk ook van fossiele motoren die fossiele brandstof rijden, dat het toch heel veel meer beleving geeft dan elektrische voertuigen. Zo Hein, zitten we dan in jouw nieuwe aanwinst, jouw eigen Lotus Evora. Een waanzinnig idee. Wat is je gevoel? Ja, wat ik echt geweldig vind aan deze auto is het lijnenspel, het de mooie afwerking en de hoe strak het allemaal is. Is gemaakt en dat, ja, dat geeft een heel mooi opwindend gevoel. Ja? Ja, ik zie het ook aan je. Ik zou persoonlijk ook heel erg blij zijn als je een Lotus hebt gekocht. Ja. Maar kun je ook alle knoppen al vinden of niet? Nou, nee. Dat moet ik weet dat deze een automatische een speciale manier heeft van hoe je de automaat inzet. Je hebt verschillende uitvoeringen in normaal rijden en in sport rijden. Dat moet ik nog even wel gaan voelen, want dat vind ik wel leuk. Ik zal dat natuurlijk zelf niet bedienen, maar wel mooi om te weten hoe dat allemaal werkt. Ja. En daar heb ik natuurlijk ook alle tijd voor om dat dan lekker te doen. Ja, ja. En ben je dan ook zo iemand die bijvoorbeeld als de auto thuis in de garage staat en het is slecht weer buiten, dat je toch even stiekem in die auto gaat zitten? Ja, of als ik hem gewassen heb, toch even starten, even horen hoe die klinkt. Ja, even een paar keer lekker gassen en dan, absoluut. Dat is lekker genieten. En je hebt je rijbewijs nog? Ja. Is dat vanzelfsprekend als je blind bent? Of? Nou, ik bekende dat ik dat eigenlijk niet weet. Ik weet wel dat ik onlangs van iemand hoorde die ook blind is en zijn rijbewijs gewoon heeft kunnen verlengen. Hij zei, ja, ik gebruik het als legitimatie en niet zozeer als om mee te rijden. Dus ja, ik ben dat van plan ook groot te doen. En, ja. Je weet nooit waar het handig voor is. Want even voor de duidelijkheid, je hebt nog helemaal niet zelf met deze auto gereden, toch? Nee. Dat toch niet? Nee. Maar wel meegereden uiteraard? Meegereden. En dat ga je straks ook doen,
alleen maar meerijden of wil je toch ook wel een keer zelf achter het stuur? Nou, wie weet. Ik heb natuurlijk ook al een keer op het circuit van Zandvoort zelf gereden. Oh, dat was in de McLaren. Dat was in de McLaren met meneer Blekemolen. Monsieur Blekemolen. Ja. Ja, dat was een ongelofelijke ervaring. Ik stond helemaal te trillen van de adrenaline erachter. Dat was echt ontzettend gaaf. En ik heb zelf ooit wel met de TVR op het circuit ook gereden. Dus ik ken de vormen wel. Ja. Dan zit je in gedachten, zit je heel erg te sturen. Ja. Terwijl ik zie helemaal niks. Het is helemaal zwart voor me. Ja. Maar de ervaring toch, de beweging van zijn auto. Dus ja, met een beetje geluk gaat dat ooit wel gebeuren. Dus nou, als het even kan, doe ik dat zeker. Ja. En anders misschien op een verlaten weggetje, dus ik weet het niet. Ja, toch een keer even stiekem proeven. Nou ja, het is natuurlijk wel een snelle auto. Ja. 3,5 liter V6, 280 pk. Voor mij heeft hij, als je hem op de rollenbak zet, heeft hij meer. Hè? Ja, hij had over de 300, heb ik begrepen. Deze. Ja. Dus, ja, en natuurlijk laag gewicht. Heel laag gewicht. En ik heb ooit ook een TVR gemerkt, dat die had minder pk, maar hoe snel die auto al was. En deze ietsje zwaarder dan, maar nog steeds niet heel zwaar. En misschien gek, bijkomstigheid niet helemaal gek, want daar heb ik bewust ook naar gekeken. Mm-hmm. Dit is een 2 plus 2. Ja. Ik heb een geleidehond in de aanvraag, dus die ga ik krijgen. En dan heb ik, dan moet ik eigenlijk die hond ook gewoon goed kunnen meenemen. Ja. Dus dan heb ik, ik heb gekeken naar auto's met een ruimte achterin waar ik de geleidehond kan meenemen. Ja, ja. Dus dan kan het hondje gezellig achterin. Want anders heb je weer een argument om niet met je auto weg te gaan vanwege de hond. Nou, dat moet ze niet hebben. Dus, dus eigenlijk is het gewoon een praktische keuze ook. Kan eigenlijk niet beter met zo'n auto. Nee, dus, ik moet eerlijk bekennen, ik heb een Aston Martin laten staan om deze auto. Wat voor Aston Martin was dat? Een DB7. Ja? De Volant of de Coupé? De Coupé. Ja? Ik vind eigenlijk altijd coupés mooier dan cabrio's. Ja. Qua lijnenspel. Ja. Ik heb daar ooit in Engeland mee gereden vanuit de fabriek. Toen was ik helemaal wauw van die auto's. Ik had altijd zoiets van, ik wil ooit een keer een Aston Martin kopen. Mm-hmm. Dus misschien gaat het er nog een keer van komen. Ja, ja, ja. Maar qua ervaring moet ik eerlijk zeggen, als je dit vergelijkt toch met zo'n DB7, had ik hier toch meer van, wow, dit is, als je zelf niet kan sturen, maar wil beleven hoe ongelooflijk mooi strak deze auto rijdt. Is dat met een auto als deze vele malen groter dan met zo'n DB7? Helemaal natuurlijk omdat ik, als je in die Jaguar zit, rijdt ook heerlijk. Is ook stijlvol, is ook mooi. Maar ja. dan is dit toch veel meer even dat hele sportieve. Ja, dat is natuurlijk lekker. Ja. Ja. Ja, leuk. Nou jongens, jullie hebben het gehoord. Ja, ik vind het persoonlijk echt een heel erg mooi verhaal, een bijzonder verhaal. En ik ben ook helemaal overdonderd eigenlijk door het feit dat je ook van een auto kan genieten. Ook als je... Hoe naar het ook is dat je blind bent. En dat vind ik heel erg bijzonder aan Hein. Dat hij gewoon echt nog van auto's geniet. Van het geluid. En ja, van meerijden. Eventueel zelf rijden. Dus ja, echt. Ik zou zeggen, Hein, heel erg veel plezier met deze Lotus. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Geef hem even een duim omhoog. Druk ook even op die abonneerknop van ons YouTube kanaal. Zet dan ook even het belletje aan voor de notificaties. En voor nu, tot een volgende video.